gado, na so so gado. Alata ye ye, na so so ye ye. Let me see the arena love too. I won't pray so much now. Okay, are you ready? Yes, my daddy. Je vraagt jezelf af hoe kan dit nou? Jezus Christus komt volkomen. Als hij zijn is een leugenaar. Hij brengt ons allemaal in gevaar. Hij is stil, hij is lang, vertel op je dood. We zijn nu op het binnenstrand te Klaaskreek en hier naast mij heb ik Andro. Hij is de leider van Musica del Cielo en daarnet hebben ze opgetreden. Hoe gaat het met je? Heel goed, prima. Musica del Cielo, waarom zijn jullie begonnen met de groep? We zijn begonnen met de groep eigenlijk omdat we de calling hebben, zeg maar, in de gemeente van Eagle Wings. En we voelen ervoor om dus door middel van muziek het evangelie te verkondigen. Oké, hoe lang bestaat de groep al? De groep bestaat al 2,5 jaar. Oké, u zegt om het evangelie te verkondigen, jullie hebben gekozen voor natuurlijk muziek. Maar lukt het wel? Het lukt wel, we hebben onze ups en downs in de band en zo. Maar het lukt wel, met Gods genade lukt het wel. Wat belangrijk is een geestelijke covering. Niet alleen technisch goed zijn, maar ook geestelijk. Oké, en jullie zingen van verschillende stijlen. Misschien kan je dus dan een beetje vertellen over de stijlen. De stijl is variërend, zoals het zegt. Jazz, Kaseko, oftewel Kamalama, Souk, Calypso, Reggae, Jazz
en noem maar op. Oké, okay, je zingt niet zomaar denk ik, je bent geroepen denk ik. Kan je een beetje vertellen, even in het kort vertellen, waarom je natuurlijk voor de Heren zingt? Nou, ik zing voor de Heren omdat, ja, net als zij ze zegt, dat ik geroepen ben. Sinds mijn 12 begon ik al te zingen en te spelen op mijn keyboard. Eerst begon ik met keyboard en dan is het overgegaan op mijn 14e naar zingen. En toen voelde ik van nee, dit is niet zomaar wat, weet je. En ik begon ook in de priesteam eerst, daar is het begonnen. En dat zo begon ik de salving van God te ervaren. En zo, en dan voelde ik van, we gaan een band in elkaar zetten. Want de gemeente van ons, Eagle Wing, zit vol met muzikanten, vocalisten, maar ook Sebaot. Daar heb je Sabrina en Sofina, de twee zusters. En gezamenlijk, ja, proberen wij het evangelie van God. Er is nog hoop, Jezus Christus op die zet op zijn troon genoot. Er is nog hoop, Jezus Christus, dat zoon is opgestaan uit de dood. En dat zonder jou kan ik echt niet leven, want u bent degene die mijn leven niet te geven. Ik ben zo geweldig, doe het voor mij, ik wil geen andere kant, maar bij Jezus wil ik zijn. En daarnet heeft zuster Grotilda opgetreden en we gaan dus dan een vraaggesprek met haar hebben. Dus ik kan nog even lopen naar haar. Zuster, hoe gaat het met u? Het gaat heel goed. De Heer heeft u daarnet goed gebruikt. Wat vindt u ervan? Alle eer aan hem. Het komt gewoon van hem. Ja. Hij verdient het en ik geef het aan hem. Waarom doet u dit? Eigenlijk, het is, ik wil evangeliseren. En soms heb je niet de gelegenheid om iedereen te bereiken, maar door zang kan je bijna een ieder bereiken. En dat probeer ik het door middel daarvan de mensen te bereiken. Vindt u dat het doel bereikt is vandaag? Toch wel, toch wel. Als ik de persoonlijke reacties mag horen en de ik heb het ook gemerkt en dat zeg ik toch wel. Ik geloof het gewoon. Verder naar Leandro. Hoe gaat het met je? Fantastisch. Ja, je bent vandaag DJ en ook leider van Generation of Christ. Je hebt je ding al gedaan zo een beetje. Wat betekent het voor jou? Het is bijzonder omdat we voor het eerst hier op Klaaskerk zijn. Voor mij persoonlijk is het voor het eerst een brug op Hondo. Maar zodra we het evangelie verkondigen werken voor de Heer, dan is het maar voor één doel. Dus alle eer aan de Heer. Ja, Generation of Christ, laten we ons daar even focussen. Wanneer is de band opgericht? Ergens in 2009, wanneer we of ergens in 2008 en officieel naar buiten gekomen is in 2009, vorig jaar. Ja, dus jullie zijn bijkans 2 jaar bezig? Om het zo te zeggen, ja. Ja, ja. Oké, okay, het doel van de band. Het is een rapband, niet een normale band. Wat is het doel? Het doel is kortweg gewoon om Jezus Christus te verkondigen, om het evangelie te verkondigen. Door middel van rapmuziek en om de jeugd beter te bereiken. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk het doel. Oké, okay. En als je als rapper, een jongeman die weet, die gewoon weet zijn ding te doen, wat denk je dat je aan boodschap wil geven aan de jongeren? Dus nog een keer. Wat voor boodschap wil je geven aan de jongeren? Aan de jongeren is kortweg, kijk, het leven is kort, om het zo te zeggen. Je weet niet wanneer je gaat, je weet niet wanneer de Heer terugkomt. Dus het ligt allemaal aan jou. Jij bepaalt eigenlijk wat en hoe. Mijn boodschap is kortweg gewoon om Jezus aan te nemen in je leven. Kijk, je denkt misschien in jezelf van, weet je gaat veel verliezen. Maar in tegendeel is het juist anders. Je gaat alles krijgen meer dan je nodig hebt. Dus ik bemoedig je. Kijk, bij mij bijvoorbeeld, simpelweg is dat ik nooit rapper ben geweest. Ik ben nooit DJ geweest. Ik deed nooit wat ik vandaag deed. Maar sinds ik Jezus heb aangenomen, heeft hij me alles gegeven. Meer dan ik ooit heb gezocht.
Pas je hart groeit van pijn, dan is daar het beginpunt van je strijd. Waar verkeerde handelingen zorgen dat je bloeddruk stijgt. We zijn niet alleen God, houd ons in de gaten. De liefdevolle God die ons nimmer zal verlaten. Dat komt omdat hij van ons allemaal houdt. Voor God zijn we veel meer waard dan goud. We zijn niet alleen God, houd ons in de gaten. De liefdevolle God die ons nimmer zal verlaten. Dat komt omdat hij van ons allemaal houdt. Voor God zijn we veel meer waard. Okay.